ik heb echt heel leuk nieuws gekregen. Want twee vriendinnen van mij zijn zwanger, dus dat moet gevierd worden. En ik wil heel graag een baby shower gaan geven. Maar ik kan wel wat hulp gebruiken, hoor. Goedemiddag, kunt u het een beetje vinden allemaal? Nou, volgens mij moet ik wel kunnen slagen, want er is heel veel keuze in kinderkleding, hè? Ja, dat klopt. We hebben juist besloten om een heel breed neer te zetten, zodat er voor elke prijsklasse wat te vinden valt. We zijn 12 jaar geleden begonnen met een webshop. Dat was eigenlijk heel leuk om te doen, maar je miste het contact met de klanten. En vooral ook voor klanten is het leuk dat ze de spullen kunnen voelen, hoe de materialen zijn. En nu is Kruimel Kinderwinkel uitgebreid tot wat het nu is. We gaan tot maat 128 en hebben nou best wel een brede collectie van tassen, sokjes, slabbertjes, rompes. Ja, ik ga een babyshower organiseren, dus ik heb sowieso een cadeautje nodig natuurlijk. Oh, kijk, helemaal leuk. Wat zijn de trends in kinderkleding? Kinderkleding op het moment zien we bij jongens heel veel de felle kleurtjes. Zelfs roze en neon oranje mogen jongens nu ook dragen. Leuk. Bij de meisjes zien we dat ook, maar er komen ook heel veel pastelletjes in voor. Echt een beetje de wat zachtere tinten, het groene en het roze. En, en vooral ook als het maar makkelijk zit, dat is het allerbelangrijkste. Want waar letten jullie verder op met de inkoop van kleding bijvoorbeeld? Nou, het belangrijkste is dat het heel makkelijk zit. Want als een kind niet makkelijk kan spelen, is het niet leuk. En wat wij ook heel belangrijk vinden, is dat het niet in het dorp verder ook ligt. We willen wel graag een beetje exclusief blijven. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik heb zelf nog geen kinderen, dus ik kan wel wat hulp gebruiken eigenlijk. Dan ga ik je mee door de winkel nemen en dan kan ik je van alles laten zien. Ja, dat zou fijn zijn. Oké, prima. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een stoer spijkerbroekje. Het lief. Dat is heel schattig. Ja, voor een jongetje. Ja, voor een jongetje. En dat kun je dan combineren met zo'n truitje erop. Ja, alleen die andere vriendin die wil dus nog niet weten of het een jongen of een meisje wordt. Ja. Nou, dan hebben we hier ook nog neutrale kleding, wit en écru. Dat kun je natuurlijk voor jongens en meisjes gebruiken. En daar kan jij bij helpen, toch? Daar kan ik je ook bij helpen. Oké, gaat helemaal lukken. Nou, mooi. Er wordt wel leuk ingepakt. Ja, maar een cadeautje mag ook een cadeautje zijn, toch? Ja, absoluut. Ja. En volgens mij heb ik alles, maar wat als ik nu nog wat vergeten ben? Want dit is niet voor mij in de buurt. Nou, wij hebben nog een website. Daar kun je online bestellen. Ja? Vanuit je luie stoel. En dan wordt het thuis bezorgd. Oké, nou fantastisch. Kijk eens, alsjeblieft. Goed geslaagd. Veel plezier ervan. Dankjewel. En ik ga natuurlijk nog niet verklappen wat ik gekocht heb, hè?